Wat hebt u vanmorgen ontbeten? Melk, boterham. Melk, kom bij ons weg. Boterham is rog of tarwe. Kom ook bij de boer weg. Dus, no farmers, no food. No farmers, no food. Je ziet het in boerendemonstraties. Er zijn t-shirts van. Het is een boodschap die beklijft. Het raakt aan onze diepste angst. Hè? De angst dat we zonder voedsel zouden komen te zitten. Ik begrijp de boeren wel. Ik bedoel, ik zal er niet blij mee zijn als het de schappen leeg zijn. Maar dan zullen we moeten roeien met de riemen die er zijn. Je kunt toch niet zonder koeien in de wei? Dat is toch gezellig? Dat moet toch blijven? We zijn in Twente, de Lutte. De melk van zijn koeien wordt hier verwerkt. Wij maken hier zuivel van rauwe melk. Dit is de enige melkfabriek in Europa die ongepasteuriseerde zuivel op de markt brengt. Nou, wij zien ons ook een beetje als gidsbedrijf. Zeg maar. Wij kunnen de melk niet 100 kilometer ver weghalen. Wij halen de melk binnen een kwartiertje van de boerderij. En die melk kunnen wij warm ophalen, waardoor je ook geen energie kwijt bent aan koelen. En we zeggen energie kwijt aan het opwarmen. Hij was boer tot hij zijn melkveebedrijf verkocht en een melkfabriek begon. In mijn hart blijf ik altijd boer. André Mulder boerde 30 jaar tegen de stroom in, want terwijl collega's om hem heen al maar groeiden, deed hij het anders. Ik kan zeggen dat we er altijd veel geld mee verdiend hebben. Maar ik was gewoon op zoek naar op weg naar kringlooplandbouw. André Mulder was de uitzondering en hij kijkt nu met skepsis naar dat angstbeeld No Farmers, No Food. Als je weet dat 60% van alle zuivel gaat weer naar het buitenland toe. Dus het is niet zo dat we in Nederland honger moeten lijden als we een aantal koeien minder moeten gaan melken. Want hoe zit het met die export? Van alles wat onze boeren produceren gaat 70% naar het buitenland. En dat kan alleen omdat we veel veevoer, voedingsstoffen dus, importeren. Dat wordt gebruikt in onze dierhouderij. Vervolgens exporteren we veel producten. Verdienen we goed mee, maar het betekent wel dat veel van die nutriënten in de vorm van mest achterblijven in het Nederlandse milieu. En dat leidt ertoe dat die druk op onze natuurgebieden zo groot is. Allemaal van eigen land. Al het voer wat je hier ziet onder het plastic, zeg maar, is allemaal van ons eigen. En is dat alles wat je nodig hebt? Qua ruwvoer wel. Qua ruwvoer zijn we ruim zelfvoorzienend, zeg maar. Krachtvoer, dat krijgen Nijhoffs koeien ook. Rogge en gerst van om de hoek. Geen import van ver weg dus. En maar één koe per hectare. En toch zie ik nergens dat wij ergens van vrijgesteld worden. Ergens niet aan hoeven te voldoen. Nijhoffs bedrijf ligt in de buurt van natuur. Daarom ook hier de angst om koeien kwijt te raken door de stikstofplannen. Maar waar komt dan de melk vandaan? Buitenland produceert wel door, hè. Ik denk, die mensen hier in Duitsland, die lachen toch. Die denken dat die domme Nederlanders, die gaan lekker minder produceren. Dat vangen wij wel op. Dus no farmers, no food klopt niet, want het voedsel komt dan straks uit het buitenland. Het gaat waarschijnlijk uit het buitenland komen. Maar sta je daarop te wachten? Buitenlandse producten in de supermarkt. Ze liggen er nu ook al, ziet Jeroen Kandel. Maar die angst voor lege schappen dan, door de stikstofplannen? Het is niet gestoeld op enige wetenschappelijke basis. De Europese voedselzekerheid is niet in het gedrang. Sterker nog, juist de schaal van de dierhouderij en de effecten van de manier waarop we nu voedsel produceren, die zijn een risico voor de lange termijn voedselzekerheid van Europa. Kandels boodschap, gebruik landbouwgrond efficiënt. Want 70% van de Europese landbouwgrond gaat nu naar de productie van biobrandstof en vooral diervoer. Terwijl het veel beter zou zijn als we dat schaarse land en die schaarse grondstoffen gebruiken voor het produceren voor producten die wij als mensen direct kunnen eten, in plaats van dat we het eerst in een dier doen. Punt is dat we dat al heel lang zo doen. Een systeem bovendien dat altijd gericht was op groei. In 2015, toen het melkquotum werd losgelaten, ja, er waren boeren die gingen van 100 naar 200 koeien. Nou, dat vond ik absurd. Maar goed, dat zijn ondernemers. En als een aantal daarvan op de bladen moeten zitten. Want destijds zei Friedrich Campina van, oh, produceer maar. Hè, want de export naar China gaat goed en naar Rusland gaat goed. Ja, dat is geen verdienmodel. No farmers, no food. Die angst voor lege schappen. Het lijkt ongegrond. Een omslag naar meer plantaardig eten is onvermijdelijk. Die verandering die zal ongetwijfeld doorzetten. Maar dat doet wat met de prijs. Vlees zal op termijn duurder kunnen worden. En er komen andere plantaardige producten voor in de plaats. Tja, en die stikstofplannen, die raken alle boeren. De reguliere en de voorlopers. Er is vorig jaar een prijs gewonnen, de koploper in kringlooplandbouw. Die is zijn tijd al een beetje vooruit en die wordt dan weer teruggefloten. Eigenlijk zijn wij op dit moment nog hetzelfde als onze buurman. Links, buurman rechts, voor, achter.
Er zit geen onderscheid in. Dat kan toch niet? Dat staan we met ons goede gedrag.